mevrouw, we zijn hier bij het Internationale Documentaire Festival. Wat gebeurt hierachter? Hierachter wordt de film Sao Paulo SP van Olivier Koning vertoond. En dit is de laatste film van 2 dagen persvoorstellingen voor het International Documentary Film Festival Amsterdam. Van? Waarvan? Van wanneer tot wanneer? Ah, van 6 tot en met 13 december 1990 in Alfa, de Bali en de Uitkijk. Met de primitiefste middelen zou ik beginnen. Hallo fans, het is dinsdagmiddag. We staan hier bij het Internationale Luchthaven Schiphol. Wat is eigenlijk gaande? Het International Documentary Film Festival. En ze komen met rijen tegelijk komen de buitenlanders die naar binnen gaan vallen. Bij het International Documentary Festival. Dus even kijken of we er eentje kunnen zien. Waar zijn die mensen van het festival? Dag mevrouw, u bent van het International Documentary Film Festival. U bent zelfs de directeur en de baas van de doet hier op Schiphol. Ik moet even wat gasten afhalen. Een jurylid komt zo meteen aan. En net is Mr. Kojima uit Japan gearriveerd. Meneer Kojima spreekt helemaal geen Engels, geloof ik, hè? Nee, dat is heel moeilijk. Maar we hebben wel een aantal tolken. Dus dat, als je hem nog wat iets wilt vragen, dan kan het in elk geval morgen. Maar niet vandaag? Vandaag is de tolken niet, nee. Donderdag 6 december werd in een bomvolle bioscoop aan de Morningstraat de 3e aflevering van het International Documentary Festival Amsterdam geopend door de Japanse ambassadeur. Staatstv was erbij. Hallo Vins, Sussler. Hallo fans, eerste avond van het documentaire festival wordt er gelijk een prijs uitgereikt. 250.000, geen kattenpis, gaat nu gebeuren. Hallo fans. Hallo fans, we staan hier in het filmmuseum. Het is namelijk een week lang persvertoning geweest van het International Documentary Film Festival dit jaar. Zijn jubileum vier, een lustrum. Mevrouw Derks, gefeliciteerd, een lustrum. Wat gaat er door u heen na 5 jaar documentary filmfestival dit jaar? Nou, als jij zo op me afkomt, word ik vreselijk overvallen. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, dit is fantastisch, hartstikke leuk. Het is echt te gek dat we die 5 jaar, dat we het bereikt hebben. Had ik 5 jaar geleden dus ook niet kunnen denken. Ja, eens kijken, dan loopt hij weer weg, die man. Meneer Vrijman. Hij wil niet, hij wil niet. Daar. Ja, we proberen de beroemde cineast Jan Vrijman. Die is heden niet beschikbaar en heeft niets te melden en niets mee te delen. En alles wat hij verder mee te delen heeft, raadpleeg het parool, voorpagina linksonder, journaille. Daar staat alles in wat ik te zeggen heb. Ik wens jullie allemaal een goede avond. Stupid to operate a gun. I don't wanna get grabbed. We zitten hier met de heer John Appel, regisseur van documentaires. U heeft een film gemaakt over Johnny Mayer. Body and soul, heart and ziel. U heeft ook zo'n laatste concert gefilmd, hè? Ja, dat is natuurlijk ook niet, maar... Kijk, de aanleiding dat ik begon te filmen was dat Johnny Mayer die moest in het Concertgebouw spelen in Amsterdam. Een gast van het saxofoonkwartet en hij moest een smoking aan. Moest hij huren of kopen, maar dat Concertgebouw, dat is, daar kan je niet in gewone kleren komen. Alleen die had hij niet, dus hij moest een smoking aanschaffen. En daar had hij helemaal geen zin in. En ik had al lang begrepen als iemand als Johnny Mayer ergens geen zin in heeft, dan kost het de grootste moeite. Dus ik dacht, nou dan ga ik filmen. Dus ik heb het kopen van die smoking heb ik gefilmd. Een tijdje later, eind van de week, optreden in het Concertgebouw. En dat was voor die man een grandioos hoogtepunt. En 2 weken later was hij dood.
Ja, ik vond het in ieder geval belangrijk om in mijn keuze ook een paar fantastische Nederlanders te zetten. Wij hebben in Holland fantastische mensen. We hebben hier in Amsterdam een intens en bruisend kunstleven. We hebben geweldige schrijvers, dichters, een onvergelijkbaar muziekleven. En we hebben ook filmers. Schilders hebben we natuurlijk geweldig, maar we hebben ook filmers. Kees Hin is een hele goeie. En ik vond de gevoelige plaat, waarbij wij het genoegen zullen hebben ook om naar een stukje zwijgende film te kijken. Dat is even op de televisie. Ik mag het nu hopelijk 2 minuten stil zijn. Dat is ook altijd heel bevrijdend. Tussen die geweldige geluidsbrei. Dat we heel simpel naar gezichten kijken. Wat Kees gedaan heeft, hij heeft op een zeker moment de hand kunnen leggen of toegang gekregen tot het archief van de portretstudio Merkelbach op het Leidseplein. In het Hiersgebouw zaten die. Dat was zo'n klassieke portretfotograaf waar iedereen gefotografeerd werd. En toen die studio is opgedoekt, ik geloof in de jaren 60, heeft hij die duizenden en duizenden glasnegatieven in handen gekregen. En hij heeft simpel een selectie gemaakt uit die. Uit al die mensen, al die gezichten met kragen en hoeden, mutsen. Dus gezichten en hoe die gezichten zich presenteren. Over, laten we zeggen, een periode van 25 jaar, de 30er jaren. De oorlog die eraan komt. De eerste NSB'ers die ook tussen de geportretteerden komen. De Duitse soldaten en de periode na de oorlog. De 50's. En het is dus een heel zwijgende, heel sec en vlak vertelde geschiedenis waarbij je alleen maar naar gezichten kijkt. En het is een fascinerende film van een uur waar geen woord aan toe te voegen is en die dus terecht ook stom is.
In die 4 uur dat die duurt, aan 1 stuk door, overrompeld. En daardoor, dat is de reden waarom ik hem zeker tot een van de belangrijkste films in die top 10 heb gekozen. Ik ben brommelcourier. En ik rijd de hele dag op een brommetje rond. Het is het lekker de hele dag buiten. Het kan wel, het is wel eens te koud om buiten te zitten. Maar een hele dag werken buiten hou ik langer vol dan een hele dag binnen. Want dat vind ik zo saai, binnenwerken. Werk toch liever buiten, lekker rijden en zo. Geen baas die altijd af je schade meekijkt. Ik ben wel voorzichtig met mijn brommen, want als mijn brommer niet goed rijdt... en ik rijd er gewoon verrot mee, ik zorg niet goed voor mijn brommer... ja, dan rijdt hij op een gegeven moment zo verrot dat ik er alleen maar nadelen aan heb, want dat ding is niet vooruit te branden en dan ben ik echt niet te luchten de hele dag. Ik doe wel voorzichtig met mijn brommen, maar ik ben lang niet meer zo blij met een brommetje als 4, 5 jaar terug. Ja, ik ben wel weer gehuid. Dit jaar Big Party Time. 10 jaar het ITFA, het International Documentary Film Festival. Volgende week gaat het beginnen. En bij ons is hier de directeur. En daar gaan we nu mee praten. Mevrouw Ali Derks, welkom Ali. Ik mag Ali zeggen na al die jaren. 10 jaar geleden is begonnen het ITFA als een droom van 3 meisjes op een studentenkamer in Utrecht zo'n beetje. Daar komt het bijna op neer, ja. Ja, 10 jaar geleden coördineerde eerst een filmfestival, het Festicon. Dat was een educatief film- en videofestival. Ik liep toen nog stage. Nadat ik afstudeerde ben ik het documentaire festival begonnen met 2 stagiaires. Adriek en Willemien, die inmiddels alle 2 adjunct-directeur van het festival zijn. We zijn er alle 3 nog, na 10 jaar. Ja, maar jullie komen alle 3 uit Utrecht ook nog eens een keertje. Waarom hier in Amsterdam zo'n festival begonnen? Omdat Utrecht had al een festival. Je had de Nederlandse Filmdagen toen. Het Jos Stelling Festival, zullen we maar zeggen. Toen het Jos Stelling Festival, nu het Sjaak van Heiningen Festival. En Amsterdam is natuurlijk een stad bij uitstek om een filmfestival te beginnen. De hoofdstad van Nederland had niet eens een filmfestival. Terwijl elke respecterende, zichzelf respecterende hoofdstad volgens mij een goed filmfestival in huis heeft. En de documentaire film past natuurlijk ook heel erg bij een stad als Amsterdam.